Een hele goede morgen. Ik ben echt net wakker. Dus vandaag dinsdag. Ik heb eigenlijk heel lekker geslapen, moet ik zeggen. Zo mijn stem. Ik ga even mijn tanden poetsen. Even een koffietje zetten. Even rustig aan wakker worden. Ik geef mezelf daar een half uurtje voor. En dan ga ik weer een beetje schoonmaken voor vandaag. Eigenlijk is mijn huis al best wel schoon. Alleen we krijgen vandaag bezoek. Dus even gewoon stofzuigen. That's it. Guys, jullie gaan het niet geloven. Ik gebruik trouwens altijd een Perlapads voor koffie. Maar ik ben echt helemaal klaar met Senseo. Ik vind het ook echt helemaal niet meer lekker. Oh, is het er niet eens in? Ik vind het ook echt helemaal niet meer lekker. En ik denk dat ik even een apparaatje ga kopen voor tijdelijk voor filterkoffie. Want dat is echt tot nu toe het lekkerste koffie dat ik heb gehad. Maar dit is echt niks meer, joh. Ik ben net gebeld en mijn bril is klaar. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik wou net al, toen ik de camera zeg maar pakte, dacht ik, oh, ik heb echt zo'n zin in mijn nieuwe bril. Maar hij is klaar. Ik ga morgen ophalen. Ik heb echt zin in, man. Zo, Nessie is droog. Ik ga nu even heel veel stofzuigen, gewoon die hele bank. Oh, mijn allesreiniger is weer op. Het gaat echt zo snel bij mij. Ik ga nu even dweilen. Let's go. Dit is wel ergens waar nodig. Ik zeg je eerlijk. Hierna ben ik klaar. Ga ik douchen. Echt zin in. Even lekker allemaal dingetjes gehaald voor bij de thee. Die pinda's met chocola. Oh, dat is echt even mijn lieveling. We hebben cakejes. Die kokoscakejes. En Nesme heeft dit gehaald. Wafelrolletjes. Oh, huis is schoon. Ik ben inmiddels even thee aan het maken. Want dan kan hij lekker langzaam sudderen. Ik ben even mijn make-up aan het doen. Ik heb gisteren even een tutorial gekeken. Dus nu ben ik helemaal in de mood voor make-up. Ik heb voor het eerst weer oogschaduw op. Ik ga gewoon even iets heel simpels aan. Ik heb een spijkerbroek en een topje. En dan doe ik straks even een blazer eroverheen. Ik ga mijn haar trouwens vast doen. Want we gaan naar Ortan vandaag. En je weet, als je gewoon los haar hebt. Je gaat in die barbecue licht zitten. Dan ga je daarna echt stinken. Dus ik ga het gewoon vast doen. Dat is fijn, want dan ben ik zo klaar. Kijk, het wordt steeds een beetje beter. Eerst klagen over liquid lipsticks. En daarna weer gewoon opdoen. Omdat je naar make-up tutorials hebt gekeken. Dit ben ik gewoon typisch. Nou, dit is een beetje de... Oh, ha! Bijna over de krabbal van de kinderen. Ik zal jullie even mijn make-up laten zien. Dus mijn make-up. Best natural nog. Oh, ik heb nog eens mascara op. Ik ga helemaal stuk. Ik heb vandaag ook mijn wenkbrauw even iets natuurlijker getekend. Want ik vond het gisteren ook echt vrij heftig. Ja, ik heb even een knotje gedaan. Maar zoals ik al zei, we gaan naar Ortan toe. En ik wil niet helemaal naar barbecue stinken. Even nog snel mascara opdoen. Ja, ze moest de kat al vangen bij, dus als jullie kunnen horen. Oh, dat lukt die mooi. Heb je er? Cat, hè? Heb je er? Ja, maar zeker. Cat. Hi Nina. Oh, de lekkere buik. Kijk haar buik. Oh, Jos. Lira, kijk heel zielig daar. Oh, ze hebben zo'n lekker buik. En ik ben eindelijk klaar. En nog steeds op tijd. Hallo Jenno. Kijk, Dina en Lira hebben bezoek. Lira vindt het niet zo leuk. Die is aan het kijken. Maar deze vindt het gewoon leuk hoor. Hallo. Later. Mijn bezoek is net weg. Ik heb een heel gezellige dag gehad. Lekker gegeten bij Ortan. Echt een aanrader trouwens nog steeds. Ik ben daar eerder geweest bij Ortan. Vorig jaar volgens mij of zo. Maar elke keer als ik naartoe ga vind ik het echt oprecht zo lekker. Vooral als je bijvoorbeeld echt gewoon op je lijn let. En je bent gewoon lekker gezond aan het eten. Is het echt zo'n aanrader. Want je hoeft dan gewoon of kip of vis of vlees te eten. Dan met salade erbij. Dan ben je gewoon klaar.
Ja, natuurlijk heb je ook brood en friet en zo, maar dat heb ik niet gegeten. Maar het was echt, echt lekker en geslaagd. En vooral altijd leuk als we bezoek krijgen, gaan we heel vaak eigenlijk naar Ortam. Vorige keer was het ook echt mijn bezoek. En ze vinden het altijd leuk, gezellig en lekker daar. Dus ja, echt een aanrader. Nessim is even nu naar kantoor gegaan met zijn vriend. Dus we gaan even hard aan het werk nu. Natuurlijk de hele dag even samen gechilled. Dat is ook wel leuk voor af en toe, maar hij moet weer aan het werk. Ik ga denk ik gewoon lekker mijn pyjama aan doen. Ik ga even hier een beetje opruimen. Nadat we van Ortam zijn teruggekomen, heb ik nog even lekker snacks op tafel gedaan. Theetjes gedronken. Gewoon super gezellig allemaal. Luister naar deze grap dan. Volgende week wordt het gewoon 29 graden, jongens. Klaar, ik ben gewoon keihard geprankt. Ik heb mijn zomerkleren die ik allemaal had gescoord. Voor 10 euro per stuk bij de Zara heb ik allemaal geretourneerd. Met als reden, het wordt toch niet meer warm. Dus ik heb al die jurken daarvoor helemaal niet meer nodig. Dus nu wordt het volgende week weer warm. Gewoon, what the fuck gewoon. Ik heb ook helemaal geen zin in. Ik had gewoon ook gewoon mijn hele mood was gewoon geswitcht naar herfst en winter. Ik heb helemaal geen zin meer in dat weer. Maar ja, goed, we hebben even gepland dat we dan gaan barbecuen. Dus dat wordt waarschijnlijk echt de laatste barbecue van het jaar. En ja, ik weet niet of ik de enige ben die er zo over nadenkt. Maar ja, ik had daar gewoon echt geen zin meer in. Ik ben ook weer gewoon pale as fuck. Ik was helemaal mooi bruin naar Turkije, maar dat is ook al snel verdwenen. Trouwens, hebben jullie de nieuwe bakjes gezien van mijn katten? Zo schattig. Kijk een keer. Oh. Zo lief. Is jouw voer op, Lira? Moet ik hem even bijvullen? Ja, hè? Je loopt achter me aan vandaag. Kom. Kijk waar hun voer altijd in zit. Dat is zo schattig. Kom. Kom, kom, kom. Weet je wat grappig is aan deze bak? Als ze het dus opeten, dan zie je dus weer die smiley. Kijk, zoals deze. Jouw pakje lacht, hè? Zo lief. Oh, zij is altijd zo'n favoriet als wij bezoek hebben, echt. Dina is zo sociaal. Oh shit, ze zijn de hondenring vergeten. Wij hebben trouwens bio-eieren gekregen. Echt heel erg happy mee. En appels van de tuin. Had jullie nog meer zien wat we hebben gekregen? Ik denk dat jullie echt jaloers gaan worden op mij. Want jullie gaan het niet verwachten. Ik heb gewoon een hele bak vol. Met een baklava gekregen. Huisgemaakte baklava. Oh my god. Ik heb het echt zo lekker. Zoals jullie weten ben ik op dieet. Dus ik heb gewoon gelijk in de diepvries gedaan. Want je kunt dus baklava echt bewaren in de diepvries. En dan kan ik het eten wanneer ik gewoon een cheatdag heb.